Zenek de Ted van Koekelberg of die van Palace van Justice. Al ben ik toegen onderweg met Eckermans en Calandese. Dan sloeg maar net in overdrive en stoel maar nu recht van recht in possese. Omdat ik ze vuil van Brussel af, de stad verdient geen competitie. Voilà. Ik heb nog dingen gedaan met Brussel. En dan in het kader van die vereniging. Mijn bedoeling was om stevige hedendaagse muziek te maken in het Nederlands. En ik had daarvoor een fantastische pianist gevonden, Remo van het Goede Woud. Die eigenlijk absoluut, die vond dat Nederlands, in het Nederlands zingen, dat was niet des duivels, nog veel erger. Maar wordt alleen een boom, gaat alleen een dood. En al wat dat ertussen zit, zit in een eigen hoofd. Heb je daar lang voor over nadenken? Ik heb er niet over nagedacht. Ik vond dat evident, terwijl al mijn tijdsgenoten eigenlijk wilden in het Engels. Rolling Stones worden. Ja, ze wilden de Rolling Stones. Bij Remo was dat hetzelfde. Die had Remo, absoluut. Remo wilde de Beatles worden. Ja. Dat is simpel. Wat hij niet kon worden, want de Beatles zijn er al. En ja. Misschien is het zijn geluk geweest dat jij hem... heb jij hem gezegd van Remo, ik heb doe het in Nederland? Ik heb dat niet zo gezegd, maar ik heb hem dat doen inzien. Omdat jij herinnert, twijfelt daar niet aan. Nee, om twijfelaarst gedacht van hem, wie dan niet beter kan. Ten twijfelaarst gedacht van hem, wie dan niet beter. Mijn vader heeft eigenlijk een uitvinding gedaan, wat je later hebt gezien bij vele orkesten. Die spelen dus met zo twee of drie klavieren boven elkaar. Zeer belachelijk is dat, maar wel handig. En mijn vader had dat al ontworpen voor Remo van het Groene Woud. Ten twijfelaarst gedacht van wie dan niet beter kan. En hoe je hebt dan van de regen eigeningen maakt. Ton bolde altijd ivers tekort. Want je had nooit niet in de mist. Hoe je achteraf hebt verantwist. Hoe je zegt dat vroeger zoveel beter was. Toen zei je ivers in het verleden blijven stilstaan. Hey, jij hebt de deur open gedaan. Remo is daarmee doorgegaan. Chris de Bruyne is daarmee doorgegaan. Wim de Kranen is daarmee doorgegaan. Dat is die lichting. We spreken over jaren 70. Ja, ik wou vertellen, op het Humorfestival in Nijst werden wij beschreven in de krant in de Standaard. Als een soort guerrilleros van de kleinkunst, omdat wij elektrisch de kleinkunst vernietigden. Wij wilden ons niet afzetten, maar wij wilden van onze tijd zijn. Dat vind ik normaal. Ja, de twijfel heeft gedacht van hem, wie dan niet beter kan. Wouter Bella. Wouter. Dat was eigenlijk de enige die qua niveau of traditie op dezelfde golflengte als Dr. Anders B. zat voor mij. Dat was een categorie apart en bovendien was dat dan in Vlaanderen dat er plots iemand opstond die qua teksten eigenlijk eten en drinken voorzag. Vooral humor combineerde met hele realistische beelden. Bijvoorbeeld met Eddie Bormans, dat gaat over iets heel schrijnend, maar het is ook zo komisch dat het ook weer tragicomisch wordt. Zo'n schat aan talen en elke taal heeft zijn eigen idioom. Voilà. Elke taal heeft een bedoel, in het Nederlands zing je over andere dingen dan in het Engels. In het West-Vlaams zing je over andere dingen dan in het Nederlands. Je kunt gewoon door de woordenschat, door de volksaard. Verre joh, hoe ver is verre? Hij heeft iets heel belangrijk gedaan. Hij heeft namelijk dat dialect waar je, dus je had Willem Vermanderen en consorten, of je had, of het werd wat was heel platte carnavalsliederen of zo in het dialect, maar zo echt gewone popmuziek in dialect, dat was er niet. Maar Philippe is eigenlijk een beetje wat dat Hugo Matthijssen was voor mij op 12 jaar. Philippe is eigenlijk heeft weer een nieuwe generatie Willem Vermanderes in gang gezet. En daarna hadden dan ook Wannes bijvoorbeeld. Er is dit en vier, hier kunnen we skossen.
door. Laat u rust, hier veilig voor de kust. Ik ben opgegroeid met bijna uitsluitend muziek van Willem Vermanderen. Ik heb mijn eerste demo in het Engels opgenomen bij de zoon van Willem Vermanderen. Want naar Brussel gaan was mijn droom en ik had dat verwezenlijkt en ik kwam er toe en daar was er niks veranderd. Dus ik werd zo geconfronteerd met de lichtheid van het bestaan. En eigenlijk in die periode zijn zo de eerste liedjes in het Zuls dialect ontstaan, een soort cultuurclash. Dus ik heb er nooit over nagedacht. Voor mij was dat evident dat dat in het Zuls moest zijn. Als je in het dialect zingt, dat klinkt altijd zeer poëtisch. Welkom. We zijn hier wel gekomen, de mensen zijn hier nog beschaafd. Doe uw ogen toe, ze zijn van het zien zo moe, slapt ze een slapt. Wat je moet bereiken, is eigenlijk een eigen taal ontwikkelen. En ik weet uw kamer, eigen meuren. Maar het houdt echt niet met lange deuren. We komen de krachten in Calais. We komen de krachten in Calais. En morgen gaan we toe op het strand. Dromen van de overkant. Nog een beetje wachten in Calais. Nog een beetje wachten.